Ja, goedenavond vanuit Griekenland. Ik had mijn zwembroek 2 dagen geleden al ingepakt, maar die kon ik heel snel weer uit de koffer halen. Want gisteren lag hier nog een dik pak sneeuw in het stadion van Olympiakos. En nu ligt er helemaal niks meer. En denk ik, eigenlijk had ik die zwembroek toch maar meegenomen. Althans, de temperatuur is niet fantastisch hoor hier. Het is slechts 10 graden. Dat zal in Nederland niet veel anders zijn. En morgenavond zal het hier in Griekenland ook niet heel veel anders zijn voor PSV. Goede omstandigheden dus, wat dat betreft, om te voetballen. Maar hoe is de temperatuur bij PSV? Want het was natuurlijk de afgelopen weken alles behalve rimpelloos. I think it's a long time ago that PSV played a knockout round match. And so we are here to do our best to promote to the next stage, to make the first step here in the game in Athene. And we are ready for that. So I think we are also in a good shape. So of course the result on Saturday was a little bit disappointing for everybody, because we created so many chances and we deserved to win this game. But at the end we didn't get the reward for our style of playing. I think it's a good game to use to focus on a few details, and we will talk about that with the team, and maybe it's helpful for tomorrow. Dan nog heel even terug naar vanochtend. Rond 11 uur Nederlandse tijd vertrok PSV vanuit Eindhoven. Prachtig uitzicht onderweg. We zagen ook toen we boven Athene vlogen het stadion van Olympiakos. Maar in het vliegtuig geen Noni Madueke, geen Cody Gakpo, geen Nick Viergever en ook geen Mohamed Yataren. Hij is ziek thuisgebleven. Wie wel in het vliegtuig zat, en dat was een opsteker voor Roger Schmidt, Mario Götze. He's in good shape. He trained with the team now 1 week, and my impression is good. And today is the final training, and after I will talk to him, and then we have to make some decisions. What is the best way to use him for tomorrow? He's a very important player because he's an experienced player. We have not so many players in our team. Maybe no one who ever played a knockout stage match in Europe. So we need him also as an experienced player. And of course, football-wise, everybody knows he has a really big impact for our game. How hard was it to miss Yataren this morning? Yeah, of course. So also Mo. Yeah, there are two issues. So he had problems at the beginning of the week. So he was out of training Monday and Tuesday. He has muscle problems. He trained for himself on Sunday and get injured. And and then this morning he was also sick. So two issues. And so the doctor had to take him out of the squad for tomorrow. Ja, dat geeft wat inzicht in de smaken die Roger Schmidt morgen heeft tegen de Grieken. De Grieken die sowieso niet echt een best weekend hadden. Ze verloren bijvoorbeeld van hun grote concurrent Panathinaikos in de nationale competitie. En dat gebeurde zonder PSV-huurling Bruma, die geen minuten maakte. En het is nog maar de vraag of dat morgen wel gaat gebeuren. Als we kijken naar die tegenstander, dan zien we dat PSV 1 keer eerder in de historie tegen deze club heeft gespeeld. Dat was in juli 2018. 2 keer een goal van Luc de Jong. Daniel Swaap kwam tot scoren. En we zagen een doelpunt van de man die nu ook on fire is in Europa, Donjel Malen. Wie ook in de basis stond toen, Pablo Rosario. We spraken met hem niet echt die wedstrijd, maar hebben het natuurlijk vooral over toch wel bijzonder affiche voor hem morgen. Want het is de eerste keer dat hij een knock-out wedstrijd speelt. Ja, de intensiteit en de ervaring die ze hebben als ploeg sowieso. En sowieso deze hele de knock-out fase. Dus het is al lang geleden dat we hierin zaten. En voor mij de eerste keer dat ik erin zit. Dus dan weet je sowieso dat er andere dingen worden gevraagd. Merk je bij jezelf dat er dan een bepaalde honger is om echt ver te geraken hier? Zeker. Ook natuurlijk de afgelopen wedstrijden hebben wij geen goede resultaten gehad. En dan wil je hier een soort van extra revanche nemen op dat. En dit is, wat ik nogmaals zeg, een hele mooie kans om gewoon onszelf weer te laten zien als ploeg zijnde. Dat we leren en dat we mooie dingen kunnen bereiken. Yeah, the plan is to play a good game, to believe in ourselves, to be brave. There are a few really experienced players also, and I think they play Champions League, so they always qualify for Champions League. And of course, we have to expect quality, experience, and also mentality in knockout stage matches. So is a big challenge for us, but we are ready for that. Tot zover Griekenland. Wij gaan heel snel nog een Gyros proberen te scoren. En morgen dus om 6:55 Nederlandse tijd die wedstrijd tussen Olympiakos en PSV.